NOS 10 uur journaal. Dames en heren, goedenavond. Indonesië gaat 15 grote infrastructurele projecten, waaronder nieuwe energiecentrales, tolwegen en een vliegveld, opnieuw bekijken of uitstellen. Dat heeft de Indonesische president Suharto besloten onder druk van de valutacrisis in zijn land. En de druk op Suharto zelf om op te stappen neemt toe. Vandaag riep de belangrijkste leider van de oppositie, Megawati Soekarno-Putri, Suharto op om af te treden. Het was een ongekend harde speech van Megawati, oudste dochter van de eerste president Sukarno. Ze sprak om een verboden bijeenkomst, maar politie was er niet te zien. Er is lang onzekerheid geweest of de oppositieleidster zich kandidaat zou stellen. Toen ze aankondigde de nieuwe president van Indonesië te willen zijn, barsten velen in huilen uit. Saya dengan tulus dan ikhlas menyatakan ketidakberatan saya untuk memimpin negeri dan bangsa ini. Bila hal tersebut memang telah menjadi kehendak dan tuntutan rakyat. Megawati haalde fel uit naar het Indonesische leiderschap. Volgens haar is de crisis die het land op dit moment teistert veroorzaakt door de enorme hebzucht van corrupte leiders, hun familieleden en zakenimperia. Ze hebben gezorgd voor de enorme buitenlandse schuld van een schatting 135 miljard dollar, waar vooral het volk nu onder leidt. Deze economische criminelen moeten volgens haar gestraft worden. Padahal penyebabnya hanyalah segelintir pengusaha yang bekerja sama dengan penguasa dengan memanfaatkan pinjaman Tuhan. Ook buitenlandse investeerders kregen een veeg uit de pan. Zij hebben, verblind door hebzucht, volgens haar de corrupte praktijken gesteund. Megawati heeft als dochter van Sukarno bij veel mensen in Indonesië een bijna goddelijk aanzien. Vorig jaar werd ze na inmenging van de regering afgezet als leidster van haar partij, de PDI. Dit ging gepaard met de hevigste rellen in 20 jaar tijd. Het groeiend leger van honderdduizenden Franse werklozen blijft actie voeren. Ze geven de strijd niet op voor hogere uitkeringen. Ook niet nadat vanochtend oproerpolitie de meeste van 18 arbeidsbureaus en sociale diensten ontruimde die 3 weken bezet waren geweest. De gebouwen van de sociale dienst moesten rustig worden ontruimd. Dat was de opdracht die de ME had gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De linkse regering kon zich geen rellen veroorloven. Maar ook al werd de wapenstok niet gebruikt, de Franse werklozen zijn woedend over het ingrijpen van de oproerpolitie. Dat ze mensontwaardig en een politieke blunder noemen. De opstandige werklozen willen hun acties die nu al bijna een maand duren niet beëindigen. Gisteren nog probeerde premier Jospin de protesterende Fransen tegemoet te komen door een fonds voor werklozen in nood aan te kondigen van zo'n 330 miljoen gulden. Maar de actievoerders hadden meer verwacht. Ze willen naast een eindejaarsuitkering van 1000 gulden 500 gulden extra per maand voor iedereen en uitkeringen voor jongeren onder de 25. De regering Jospin heeft laten weten dat ze onmogelijk kan ingaan op die financiële eisen. Daarmee zou het gevoerde economische en sociale beleid worden ondermijnd, terwijl dat er juist op is gericht zoveel mogelijk banen te creëren. Honderden kunstschatten in de meest vooraanstaande Nederlandse musea worden opgeëist door de erfgenamen van Jacques Goudsticker. Ze eisen dat de Nederlandse staat binnen 4 weken de kunstwerken teruggeeft die in 1940 in Amsterdam werden achtergelaten. De Joodse kunsthandelaar sloeg toen hals over kop met vrouw en kind op de vlucht voor de Duitse bezetter. Het gaat om honderden topstukken van Hollandse meesters als Rembrandt, Steen, Ruisdael en Van Gogh en van belangrijke Italiaanse schilders. Tot 1940 hingen ze in Goudstickers kunsthandel aan de Amsterdamse Herengracht. Na de vlucht van de familie werden de stukken illegaal opgekocht door een vriend van Hermann Göring, die de doeken meteen daarna aan de nazi-leider doorverkocht. Na de oorlog werden de stukken teruggestuurd naar Amsterdam. In de kelder van het Rijksmuseum te Amsterdam liggen, staan of hangen ongeveer 2700 schilderijen, welke in de bezettingstijd naar Duitsland zijn gevoerd en in gevolge de restitutiebepalingen onlangs door de geallieerde autoriteiten naar Nederland zijn teruggegeven. Maar de goudstickerkunst werd meteen ingepikt door de Nederlandse staat. Er gold een bepaling dat bezittingen die vrijwillig waren verkocht aan de Duitsers niet zouden worden teruggegeven aan de vroegere eigenaars. En de overheid redeneerde dat de transactie tussen Göring en zijn vriend inderdaad vrijwillig was geweest. Hoe die vriend er weer aan was gekomen, was kennelijk niet van belang. De doeken kwamen onder meer terecht in het Rijksmuseum en in het Bonnefantenmuseum in Maastricht.
Maar nu eisen de nabestaanden, die alle in Amerika wonen, de collectie alsnog terug. We waren in Holland en hadden een meeting met het Hollandse government. Die Leute waren freundlich, aber kühl. Aber es wurde uns erklärt, dass alles normal lief, alles war legal und das war das Ende. Ze voelden zich waarschijnlijk gesterkt door de uitspraak van de Amerikaanse justitie, die juist gisteren in een soortgelijk geval ook de kant van de nabestaanden koos. Er werd beslag gelegd op enkele schilderijen van het Weense Leopold Museum, die waren uitgeleend voor een expositie in New York. De doeken zouden door de nazi's zijn geroofd van een Joodse Oostenrijker. De Amerikaanse justitie zal nu bekijken of de stukken kunnen worden teruggegeven aan de erfgenamen. De New Yorkse museumwereld reageerde geschokt. It was on loan from another major museum. Having district attorney sees it is very unique and can have a chilling effect on future loans. Maar als de Nederlandse overheid of de rechter het Amerikaanse voorbeeld volgt, zal ook dat grote consequenties hebben voor de musea waar de goudstickerdoeken nu hangen. Het belang daarvan zit hem in dat in Nederland, in het Bonnefante Museum, nu de meest omvangrijke collectie vroege Italiaanse schilderkunst is te zien. En dat zou een groot verlies zijn, niet alleen voor Bonnefante, maar ook voor het Nationaal Kunstbezit, als dit deel weg zou gaan. Staatssecretaris Nuis van Cultuur heeft nog niet gereageerd op de claim van de erven goudsticker. Geschokt, dat is ook de met politiezaken belaste minister Dijkstal over het falend optreden van de Groningse politie 2 weken geleden. Hij zei dat vanmiddag bij terugkeer van een werkbezoek aan de Nederlandse Antillen. De minister verwacht nu ook steun van de Partij van de Arbeid voor een andere politiewet, zoals hij al jaren bepleit. Als het aan GroenLinks ligt, kiezen de Staten-Generaal in de toekomst het staatshoofd. Dat is een van de voorstellen die werden aangenomen op het partijcongres in Zwolle. Het congres was het ook eens met het idee om de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen van 18 naar 16 jaar. Miljoenen Canadezen zitten nog steeds met de gevolgen van de vrieskou van de afgelopen dagen, zoals stroomuitval en onbegaanbare wegen. De kou heeft al aan 10 mensen het leven gekost. Ook het noordoosten van de Verenigde Staten is getroffen door dagenlange ijsregen. President Clinton heeft het uitgeroepen tot rampgebied. In de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn duizenden mensen met elkaar op de vuist gegaan. Aanhangers van de regering en aanhangers van de oppositie herdachten de blokkade van het parlement vorig jaar. Dat ging toen ook met veel geweld gepaard en leidde tot de val van de toenmalige socialistische regering. Jaren geleden ontwierp je muziekcentrum Vredenburg in Utrecht en het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag. Nu mag architect Herman Hertzberger het vroegere havengebied van Tel Aviv omtoveren in een modern woon-werkcomplex. En dan zal bijna niks meer aan de oude haven herinneren. Er gaat veel tegen de grond, zoals de oude loodsen, maar de hijskraan die blijft bestaan. Deze hijskraan die hier als een monument staat. Heel aandoenlijk als je dat vergelijkt met Rotterdam of Amsterdam. Heel aandoenlijk. Dat is voor mij het optimale monument. Al tientallen jaren ligt het voormalige havengebied van Tel Aviv er verwaarloosd bij. De vooraanstaande Amsterdamse architect Herman Hertzberger heeft plannen ontwikkeld om er weer een aantrekkelijk gebied van te maken. Deze week heeft Hertzberger zijn ideeën voorgelegd aan het gemeentebestuur van Tel Aviv, samen met zijn Israëlische collega Moshe Tzur. Beide architecten hebben vorig jaar de internationale wedstrijd gewonnen. Die was uitgeschreven door de stad Tel Aviv in verband met een nieuw bestemmingsplan voor het voormalige havengebied. In de 30e jaren werd hier de eerste Joodse haven aangelegd in de toenmalige Britse kolonie Palestina, omdat de nabijgelegen Arabische haven van Jaffa te gevaarlijk was geworden vanwege aanslagen en terreuracties. De twee architecten hebben uiteenlopende opvattingen over stedenbouw, waardoor het moeilijk voor ze is om een gemeenschappelijke visie uit te werken voor het omvangrijke nieuwbouwproject. Mijn bijdrage hierin zal zijn de grote lijn te waarborgen en te zorgen dat het niet een, laten we zeggen, niet provinciaal wordt. En dat is nog een minuutje kregen. להביא את העובדה שיש שתי השקפות שחלקם שונות וחלקם דומות למכנה משותף ולהוציא ממשהו שהוא יותר משהו שנינו יחד. In de eerste fase zullen zo'n 3000 woningen worden gebouwd en een uitgaanskwartier met restaurants en terrasjes langs het water.
Maar er wordt ook pressie uitgeoefend door de investeerders om op deze dure grond vlakbij het zakencentrum ook nog hoge torenflats te gaan bouwen. Monique Sommers nu. We krijgen een heldere nacht met minimaal zo'n 2-3 graden in het binnenland. En morgen dan is het met recht een zondag met zoveel zon, alleen een klein beetje sluierbewolking. Ik denk dat het zelfs nog wat zachter wordt dan vandaag, zo'n 11-12 graden. In Limburg zelfs 14 graden en dat bij een matige zuidelijke wind. Na morgen ziet het er naar uit dat we wel wat meer bewolking krijgen. Halverwege de week waarschijnlijk ook weer wat regen. De middagtemperatuur gaat ook omlaag, maar de wind blijft voorlopig uit het zuiden waaien. Betekent dat het ook op woensdag met 7 graden nog niet koud is. En dit was voor nu. We zijn bij u terug met ons late journaal om 10:30 op Nederland 2. Ik wens u nog een heel prettige avond verder.